Wij zijn Bram en Gerdy, vierdejaars fysiotherapiestudenten aan de Fontys. Wij hebben een onderzoek gedaan over de pijnmeting bij kinderen na een valse kruisbandreconstructie. Het meten van postoperatieve pijn na een valse kruisbandreconstructie bij kinderen brengt uitdagingen met zich mee. Voor zorgverleners is het moeilijk om een juiste pijnmeting bij de kinderen uit te voeren en hier een juiste behandeling bij toe te passen. Er worden verschillende meetmethoden gebruikt om deze pijn te meten. Om deze uitdagingen en de verschillende meetmethoden bij de zorgverleners in het ziekenhuis in kaart te brengen, is er onderzoek gedaan hierna door middel van het uitvoeren van interviews bij verschillende zorgverleners. De resultaten die uit de interviews naar voren zijn gekomen zijn opgedeeld in 5 thema's: behandeling en pijnmanagement, multidisciplinaire samenwerking, diversiteit, pijnmeting en kwantificering en psychologische aspecten. Binnen behandeling en pijnmanagement bij kinderen werd er benadrukt dat deze erg complex is, vooral gezien de beperkte ervaringen van kinderen met pijn. Er wordt een hoge pijnscore aangegeven terwijl er vaak iets anders aan de hand is dan pijn, zoals angst of een veranderd gevoel. Hierdoor kan er moeilijk bepaald worden of de pijnmedicatie voldoende is. Belangrijk is dat alle zorgverleners hier rekening mee houden met de behandeling. Communicatie en positief taalgebruik spelen een belangrijke rol, waarbij het gebruik van comfort in plaats van pijn naar voren kwam. De uitdagingen liggen vooral in het begrijpen van pijn bij kinderen, waardoor er zo'n passend mogelijke behandeling uitgevoerd kan worden en zodat de kinderen zo comfortabel mogelijk zijn, en waardoor ze ook zo snel mogelijk naar huis kunnen gaan. Multidisciplinaire samenwerking in de kinderzorg wordt als cruciaal beschouwd door zorgverleners, met positieve ervaringen binnen het ziekenhuis. Korte communicatielijnen tussen zorgverleners bevorderen een vlotte uitwisseling van informatie voor effectieve behandelingen. Uitdagingen liggen vooral in complexe situaties, waarbij er nog ruimte is voor verbetering. Het onderling begrip voor zorgverleners over pijn moet hetzelfde zijn, om optimale zorg te waarborgen. Sommige zorgverleners benadrukken de moeilijkheid van het ontbreken van direct zicht op patiënten, wat samenwerking bemoeilijkt, vooral met collega's die wel direct contact hebben met de patiënten. Alle zorgverleners benadrukken het belang van het begrip van leeftijdsgerelateerde en culturele verschillen bij het ervaren en uiten van pijn. Het ziekenhuis werkt aan het aanpakken van deze uitdagingen door voorlichtingsfolders in verschillende talen aan te bieden. Culturele diversiteit kan de expressie van pijn beïnvloeden, waarbij sommige culturen dit meer laten horen dan andere. Daarnaast spelen leeftijd en onderliggende aandoeningen een rol in de manier waarop pijn wordt geuit. Deze observaties benadrukken de noodzaak van een gepersonaliseerde aanpak in de behandeling van pijn bij kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in begripsniveau en expressie van pijn. Er komt naar voren dat het meten van pijn bij kinderen vaak gebeurt met instrumenten zoals de VAS, NRS en de VLAK, waardoor er een gestandardiseerde evaluatie mogelijk is. Respondenten benadrukken het belang van regelmatige metingen voor en na medicatie om de effectiviteit hiervan te beoordelen. Observatie- en comfort-evaluatie worden als waardevolle alternatieven beschouwd. Zorgverleners benadrukken de uitdaging van het omgaan met angst en onzekerheid bij kinderen, wat de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van pijnmanagement versterkt. Belangrijk is de suggestie van zorgverleners om minder nadruk te leggen op expliciete pijnmetingen en meer te focussen op een comfortschaal. In het onderzoek benadrukken zorgverleners de rol van psychologische aspecten bij het meten van pijn bij kinderen. Angst en onzekerheid dragen significant bij aan de uiting van pijn, waarbij kinderen pijn vaak verwarren met angst. Soms geven ze bewust hogere pijnscores om meer pijnstilling te krijgen. Om effectief met angst om te gaan, noemen zorgverleners strategieën zoals afleiding en ademhalingsoefeningen. Ze benadrukken ook de rol van ouders, waarbij de onzekerheid en angst van ouders wordt overgebracht op de kinderen. Het minimaliseren van deze projectie kan de angstervaring van kinderen verminderen. Het aanpakken van psychologische aspecten, zowel bij het kind als bij de ouders, is essentieel. Dit omvat goede voorlichting en instructie om het kind zo comfortabel mogelijk te laten herstellen. Zorgverleners benadrukken zelfs de noodzaak om ouders intensiever te behandelen dan de kinderen in het omgaan met postoperatieve pijn. De onderzoeksvraag die ik heb onderzocht luidt als volgt. Hoe ervaren zorgverleners de gebruikte pijnmeetmethode bij de beoordeling van postoperatieve pijn bij kinderen na een VKB-reconstructie via een kijkoperatie? Met als antwoord, zorgverleners tonen verschillende perspectieven op huidige pijnmeetmethoden met een groeiende interesse in de toepassing op de comfortschaal en integratie van een positieve benadering richting de kinderen. De tweede onderzoeksvraag die onderzocht is, is wat zijn de belangrijkste uitdagingen die zorgverleners ervaren bij het meten van postoperatieve pijn bij kinderen na een valse kruisbandreconstructie via een kijkoperatie? De conclusie die eruit gekomen is, is als volgt. Er worden verschillende uitdagingen door de zorgverleners ervaren. De complexiteit van het interpreteren van kinderlijke pijn, het juist niet gebruiken van pijn, maar juist van comfort, de invloed van psychologische aspecten bij zowel de kinderen als de ouders, met name angst, en de samenwerking tussen de zorgverleners wanneer de behandeling complex is, vormen de kern van deze uitdagingen. Vanuit de resultaten zijn er verschillende aanbevelingen opgesteld voor de zorgverleners en toekomstige onderzoekers. Beginnend bij de zorgverleners.
Aangezien verschillende zorgverleners aangegeven hebben om liever de comfortschaal te gebruiken in plaats van meetmethoden op basis van pijn, wordt aanbevolen deze comfortschaal te implementeren in de praktijk bij alle zorgverleners. Omdat nog niet alle zorgverleners hiervan afweten, wordt aanbevolen om deze comfortschaal te gaan trainen met alle zorgverleners, zodat deze schaal op een goede en dezelfde manier gebruikt wordt. Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van de invloed van angst en onzekerheid bij zowel het kind als de ouders. Het implementeren van strategieën zoals afleiding, ademhalingsoefeningen en positief taalgebruik is aantoonbaar effectief in het verminderen van angst en het verbeteren van de pijnbeleving bij kinderen. Wij raden aan om deze aanpak in de praktijk toe te passen. Voor oudergerichte interventies adviseren we specifieke aandacht te besteden aan voorlichting en instructies gericht op het verminderen van ouderlijke angst en het creëren van ondersteunende omgeving voor het kind, zoals aangegeven in de onderzoeksresultaten. Omdat multidisciplinaire samenwerking als essentieel wordt beschouwd door zorgverleners, wordt aanbevolen om bestaande samenwerkingsprocessen te evalueren en waar nodig te verbeteren. Korte lijnen tussen verschillende zorgverleners zijn van belang, vooral in complexe situaties. Er wordt dus aanbevolen om meer samen te werken en eens in de zoveel tijd de samenwerking te bespreken en zo nodig aan te passen. Voor toekomstig onderzoek stellen we 3 belangrijke aanbevelingen voor. Allereerst adviseren we een diepgaand onderzoek in de eerste lijnzorg met specifieke aandacht voor fysiotherapeuten. Dit zou bredere inzichten bieden in de behandelpraktijken en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Een tweede aanbeveling richt zich op het verkennen van het gebruik van comfort als meetinstrument in plaats van pijn bij forse kruisbandreconstructies. We stellen voor om comfort en pijnniveaus na de operatie te vergelijken, wat nieuwe inzichten zou kunnen opleveren. Tot slot raden we aan om patiëntgericht onderzoek uit te voeren met directe feedback van kinderen na een forse kruisbandreconstructie. Door interviews uit te voeren geven we kinderen de mogelijkheid om hun ervaringen te delen, wat waardevolle inzichten kan opleveren in comfort en welzijn na de operatie. Dank voor het volgen van onze video, waarin we de resultaten van ons onderzoek hebben gedeeld. We hopen dat de aanbevelingen van zorgverleners en toekomstige onderzoekers bijdragen aan een verbeterde zorgervaring voor kinderen na een VKB-reconstructie.